Zondagochtend, veel te vroeg. Maar vandaag gaat Kim de hele dag naar Friedland meedoen aan de cross daar. Zeg ik goed, SGW cross. betekent in ieder geval dressuur, springen en daarna de cross in. Vetcheck erbij. Dus wij gaan een dagje mee. Verona die staat op de wei. Ik zal het even laten zien. Daar. Ik zal even inzoomen, denk ik. En je hoort het al. We hebben een maatje voor haar gezocht. Fitch. Maar ze is het er niet mee eens. Want Henja is er niet. En als Henja er niet is, dan snapt ze niet wat ze op de wei zou moeten doen. Dus ik hoop dat ze het loslaat. Al staat ze lang pingelijk vandaag. Nou, ze is ingepakt. Dus nu Henja halen. En dan mag ze de wagen in. En dan gaan we naar Vlietlanden. Dat is bij Leidschendam daar. Kim krijgt starallures. Inmiddels heeft ze 2 grooms bij zich. Die ze dan ook... Ik hou de pony vast. Kijk. De 2 dametjes worden keurig verteld wat ze moeten doen. Ja, dat krijg je als bekende YouTuber. Dan heb je dames nodig die je gaan helpen. Parcoursprobleempjes. Probeer een A4'tje in een hoesje te krijgen. En dan moet je niet denken dat je daar 1 iemand voor nodig hebt. Nee, daar heb je gewoon 3 mensen voor nodig. Om het netjes en zorgvuldig in het hoesje te krijgen. Ja, kijk, Tess heeft weer een groomtaak. Ze mag de zweep vasthouden. Kim mag het hoofdstel. Gefeliciteerd, het is gelukt. Kim mag het hoofdstel niet in doen, want dan moet je... Jij zou wel iets sterrenlures krijgen, maar ik mag het gewoon niet doen. Het is toch logisch als je 2 grooms meeneemt, dat je dan niet ook nog alles zelf gaat doen? Nee. Vaas nu bezig de groomen. Kijk, dan gaan we even dat bitten. Zorg dat de pony niet wegrent. Nee. Hier is het eten. Hoe groot is de kans dat ze wegrent? Nou, ze is al zeker weggelopen. Nou. Ik ga wel even hier staan, voor als ze weglopen. Oké. Nou, ik ga iets verder staan dan. Dan kan ik zien hoe ze wegloopt. Dan kan ik het filmen. En jij wordt altijd heel onrustig als ze ergens anders is. Nou ja, op stal eigenlijk ook. Kijk, daar staan ze met 2 man. Kim kan het niet meer aanzien. En gaat het natuurlijk toch zelf doen. Zo is ze. En daar staat Tess, die houdt zweep vast. Ja, en zorgt dat ze niet wegrent. Zorgt dat ze niet wegrent. Alsof iemand Henja tegen kan houden als ze wegrent. Ik weet niet of jullie Henja inmiddels al kennen. Ik kan je vertellen, dat ga je niet lukken. Nou, we gaan zo dus naar de dressuur. Nou, we zijn nu in het bos. Op weg naar de dressuurring. Daar komen de kindjes al weer aangerend. Die gingen op zoek naar een pauw. Ja, hebben jullie de pauw gevonden? Nee. Nou, oké. Okay. De pauw was weg. Ja, die was wel een doekje. We zijn bij de dressuring aangeland. Hier tussen het gras. Zo, en dan in een van deze ringen mag ze dan straks dressuur gaan rijden. Het is blijkbaar een ponyring. Ik zie niet echt een ponyring, maar een van deze zijn de ponyring. Oh, de achterste is de ponyring. En daar mag ze strak verschijnen. Oh, voor wie zich afvraagt wat hier de auto's doen. Daar zit de jury in. Grappig, hè? Dat is weer eens wat anders. Kim moet de dressuurproef gaan rijden. En wel B. Ik weet eigenlijk niet of ze proef 5 of 6 moet rijden. Maar ze moet wel rijden. Ik ga niet de hele proef filmen. Ik denk dat niet onwijs van nut heeft. Ja, nou, ging wel goed, hè? Ik heb inmiddels begrepen dat het heel normaal is als juryleden in een auto zitten. Dat alleen bij ons niet gewoon is. Maar voor ons is dat toch wel een soort anders. Ik weet niet of ze een belletje hebben. Ik hoor wel een belletje achter me. Dus misschien hebben ze het belletje in de auto. Nou, op enig moment mogen ze dan beginnen. Ik weet ook niet wanneer ze de uitslag krijgen. Maar ook dat zullen we vanzelf wel merken. Nou, Henja is gewoon weer relaxed. Kim ook relaxed is, dan moet het helemaal goed komen. We gaan de start. Ze mag binnenkomen. AXC binnenkomen. En dan mag ze op de linkerhand.
En als ze bij C op de linkerhand gegaan is, mag ze bij E afwenden. Dan moet dit proefje te doen zijn voor haar. Christine horen we niet. Dus ze mag nu op de rechterhand. En dan mag ze KXM. KXM van hand veranderen en enkele passen de draf verruimen. Nou, daar gaan we. Tap, tap, tap. Nou, dan gaat ze vervolgens naar CXC Grote Volte. En daar mag ze de paard, nou ja, in dit geval dus de pony, de hals laten strekken. Dat mag na enkele passen. Je hebt daar overigens mooie video's van op... Van de KNHS. Oh, het gaat regenen, dus ik ga even de camera nu dicht doen, want anders kan ik nooit meer filmen. Het is inmiddels gestopt met regenen. En ja, zo klaar met, en Kim natuurlijk ook, met de dressuurwedstrijd. Probeer maar zo'n pony die gras ziet vast te houden. En nu wordt er een soort paddockje gemaakt. Christine die heeft touw en paaltjes. Ga maar die kant op, want ik wil niet... Oh, ja. Nou, en dan... Ja, wordt een soort paddock gecreëerd. Ik ken het helemaal niet. Maar het doet me een beetje denken aan een konijnenren. Ik denk wel dat je erbij moet blijven. Zo, en jij heeft nu haar eigen soort paddockje. Maar het was slim. En hier is mijn auto. Dus, nou, ideaal. We zijn aan het zoeken naar waar we moeten parcours lopen, maar we kunnen het even niet vinden. Kunnen we de weg niet vinden. Nou, daar zijn in ieder geval de haaitanden. Daar moet je overheen springen. Je zou moeten winnen. We hebben ondertussen de cross gevonden. We zijn nu al bij 3 met lopen. We moeten tot 16. Het is een parcours van 1900 meter. Ja. Het is een parcours van 1900 meter. En we zijn pas bij 3, dus we moeten nog even... Hoi Tess. Hi. Parcours aan het lopen. We zijn nog niet eens bij de volgende hindernis en ik vind het al echt een lang parcours. Ja, We hebben zelfs een treinhindernis. Kijk maar. En er zitten ook poppetjes in. Poppen. Echt gaaf. Ja, maar als ze stoppen. Wij blijven nog steeds aan de kant lopen. Want dit hindernis achter, gelijk achter. Achter. Lobby hem. Achter. Achter. Ik zal die niet doen. Nou, nu krijgen we natuurlijk het leukste van de hele cross. De waterbak. Nou, we zijn ondertussen bij hindernis 14 aangekomen. Ja, hier gaat heel erg pollen. Tessa heeft al geen zin meer. Nee, het is lastig. Oké, dit is de... We moeten tot 14, we moeten tot 16 en we zijn er bij 14, dus we zijn er bijna, Tess. Ja. En nog de vuurring zonder vuur. Ja, het zal een beetje pijnlijk zijn. En dan zijn we bij de finish. Het campinggevoel compleet. Tess zit in de achterbak te eten van de auto. Tadaa, lekker boterhammetje. Ons groempje is bezig met... andere groempje moet ik zeggen. Met Enya weer schoon te krijgen. En zo wachten we rustig totdat het springen en de cross en de vetcheck gaat beginnen. En vanuit de achterbak. Kim op een krukje. En we hebben nu zelfs bekertjes en een fles. Dus nu is het campinggevoel echt compleet. Kan niet beter zo. En we krijgen alleen maar een broodje kaas. En Kim eet croissantjes op. Ja. Dus zo is het. Dat wil ik wel even. Kim is inmiddels in haar cross outfit. En wat is er gaaf aan? Ik zal het je laten zien als Kim eventjes meebeweegt. Alles is er gaaf aan. Hier staat hart voor paarden. En daar staat Kim van Weest. Hoe cool is dat? Heel nou, cool. Precies. Op de rug staat niks, want ik krijg zo meteen nog een bodyprotector aan. Dat is verplicht bij de cross. Spijkerbroek, rijbroek en daar oude laarzen. Ben je er klaar voor? Ja. Dan kan je nog een uur wachten. Ja.
Inmiddels zijn we bij de voorbereidingen voor het springen. Fabienne is aan het opzadelen. Kim is in de zadelkamer aan het rommelen. En Tessa doet een poging om je vast te houden. Ik wil jullie even op wijzen. Kijk, we hebben iets nieuws. Nee. Maar ik niet. Die pony. Die heeft gewoon bling aan de springschoenen. Kim en bling. Moet niet gekker worden. Ik heb spullen aan. Ik weet het. Hey. Ja, leg het maar uit. Ik heb een klokje. Ja. En daar kan je de ideale tijd op zetten. Dus, oh, wat is de ideale tijd? Dat ging ik nog uitleggen. Oh, sorry. Vertel. Ja. Hele verhaal weer onderbroken. Ideale tijd is de tijd die je moet rijden. Zeg maar, wie het dichtst bij de ideale tijd zit, die heeft gewonnen. Oké. Okay. Dus stel het is 3 minuten. Nee, die staat in de cross, zeg maar. En foutloos. En... Ja, oké. Okay. Maar stel het is 3 minuten. Dat is heel kort, maar dat ja. Stel, dan zou dus 2:59 zou je heel dicht bij de ideale tijd zitten. Ja, je mag 20 seconden vanaf zitten. 20 seconden? Dan krijg je de strafpunten voor. Oeh, oké. Okay. Nou, spannend. Ja. En je zet hem ook echt aan en je zei nog iets over piepen. Ja, kijk. Als je hem dan... Ik weet nog helemaal. En dan telt hij door. En het is niet zo dat die pony dan gelijk denkt... Ah! Piep. Nee hoor. Ah, oké. Okay. Dus zei jij niet. Nou, dat is fijn. Als ik ooit ga scrossen, dan leen ik hem voor jou wel. Ja, ik ook. Jij ook. Ja, we gaan ervoor dat Ster ook ooit mee gaat doen. Misschien volgend jaar wel, zou wel tof zijn. Misschien doe ik dan ook wel mee met Verona. Dat zou ook tof zijn. Je weet het niet. Ik wil mee gaan doen hoor. Wat zeg je? Ik weet het niet als ik wel mee ga doen hoor. Of je meedoet. Ah joh. Wat je zelf wil. Zetten we Kim erop. Kan Ster meedoen. Met jezelf wil. Mop zien we tegen die tijd wel weer. Vinny? Ja. We hebben nog een stalgenootje hier. En ze kijkt heel blij. Dus het ging goed. Yay! Hi Petiteke. Onze zetpony. Ja. Nou, we gaan even kijken bij Henja. Daar gaat ze. We moesten via Groningen ongeveer het terrein op. Maar het is gelukt. Ze is in ieder geval goed ingestapt. En nu is ze lekker aan het losspringen. Nou ja, ze was aan het losspringen. Ze is nu zich ergens tegenaan aan het bemoeien. Goed, het is ineens allemaal heel snel. En ze mag nu gaan springen. Nou, we gaan ervan uit dat het ook wel lukt. Zo hoog is het niet vandaag. Dus daar gaat ze. Ook geen moeilijke oxers en dubbels en weet ik het allemaal. Het is een kwestie van even eroverheen. Nou, hier kan ik niet zo heel veel zien, maar dat geeft niet. Daar komt ze. Papa. Die mag door naar de cross. Nee. Oh, mama is blij. Ze mag door naar de cross. Dus, foutloos rondje is al heel fijn. Ja, dat is in dit geval heel fijn. Foutloos, Kimmy. Goed man. Hey, Kimmy. Goed gedaan. Of bij de vet check. Nou, vet check. En nu is de vet check. Dus de dierenarts kijkt even of ze gezond is. Dat hij geen noemenswaardige dingen kan vinden. Je mag ze even draven. En jij denkt, het is raar. En nu ook weer terug. Heel goed, Kim. Ik denk dat ik de vetcheck door Tesla laat doen of zo. Anders moet ik rennen. Ja, dat was hem. Ik heb net een hele instructie gekregen van Christine waar ik heen moet. Ik moet rennen. Dus als je me hoort hijgen, dan ligt het daar aan. En Kim gaat zo van start. Ja, Kim zit in de start. Ze zit nu in een startbox daar. En dan zo meteen gaat ze een knopje indrukken van dat horloge dat ze heeft laten zien aan jullie. Nou, en jij wil helemaal niet in een startbox. Die moet weer terug. Nou, en dan op enig moment dan 1, 2, boom en dan mag ze. En dan moet ik naar een waterbak rennen. Ik kan je vertellen, ik hou helemaal niet van rennen. Ik ben er ook niet goed in. Daar gaat ze.
Nou, dit alles duurt 4 minuten. 133 is gefinished. Hoppa. Oké, nu moet ik naar een waterbak. Ja, goed zo, Kim. Against the world, and I'm getting tired of fighting. Fly like super.
Nog een vet check, soortje weer nagekeken of alles nog in orde is. Dit moet zonder zadel en zonder peeskappen, dus blote beentjes en blote buik. En de dierenarts die checkt er nog een keer of alles goed gaat met haar. De hartslag is 80. Ik ga met je laten lopen. En nog een keer draven. Ja, is klaar. En ze is weer goedgekeurd. Het is voorbij. Ze heeft gecrossed. Henja is terug in haar weidje. Tevreden even aan het happen. Kim is inmiddels, ik weet niet precies wat ze aan het doen is. Wat ben je aan het doen? Mijn haar. Mijn haar. Hoe was het? Het was leuk. Alleen stopte ze een paar keer. Maar dat is, het was nog steeds leuk? Ja. Kijk, heel goed. Dit was de cross. Vond je het? Ja, ik vond het heel leuk. Ze had wat veel strafpuntjes. Dus, dus we gaan niet naar de prijsuitreiking. Maar Henja die wordt nog eventjes door de groom even geborsteld. Daarna lekker inladen. Ze is aan het appelhappen. En dan gaan we lekker naar huis toe. Dus bedankt voor het kijken. Zeg iets. Duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. Juist, heel goed. En vergis je niet. Nee, ja, ze weet niet eens wat ik wil zeggen, maar binnenkort gaat het echt gebeuren. Ik denk in de zomervakantie. Ja. Maar wat gaat er dan gebeuren, Kim? Dan ga ik mijn kanaal video's erop zetten. Ja, de video's staan er al op. Nee, alleen. Ga ik live. Ja, dan gaat ze ook zodanig erop zetten. Nou, ze staan erop, maar dan gaan ze ook openbaar. Dus dan kunnen jullie allemaal kijken naar Kim's paardenwereld. Ik zal even linken hieronder. Dan kan je alvast abonneren. En zodra ze dan live gaat, kan je direct gaan kijken naar al Kinder video's. Bedankt voor het kijken. En ik zie je graag bij de volgende video. Doei! Doei!